Ik ben Mirjam. Ik heb een hele leuke modezaak in Haaksbergen. We zijn net uitgebreid, dus we hebben het pandje naast Mirrors Fashion erbij genomen. Dus ja. Gefeliciteerd nog. Dankjewel. Hoe lang ben je al open? Ik ben nu sinds 30 september open, dus 3 weken vandaag precies. Dus, en het loopt heerlijk. Ja, ik wou net vragen, hoe is het gevoel dan? Want de zaak is wel 2 keer zo groot geworden. 2 keer zo groot, heel veel ruimte. Dus ja, ben ik wel heel erg blij mee. Dus, ja. En heb je nu ook nieuwe spulletjes in je assortiment? Ja, ik ben ook met de grote maten begonnen. Een beetje klein beginnen. Dus een beetje uitvinden wat mensen nou leuk vinden. Dus ik heb merkje Yesta, Base Level Curvy. En ik ben begonnen met Magna. Dus, en vanaf welke maat is dat? Dat is van maat 44 tot en met maat 52. Dus ja, dat begint nou ook een beetje bekend te worden in Haaksbergen. Dus, ja. Toen ik binnenkwam zag ik allerlei geurtjes. Het rook heel lekker hier. Ja, ik heb ook tapparfum, een hele mooie grote tapparfumwand. Dat zijn allerlei geurtjes die lijken op de bekende geurtjes. En die zijn hervulbaar. Dus koop je een flesje en het bevalt goed, dan kun je weer terugkomen en dan kan ik het flesje weer erbij vullen. Dus ook heel erg duurzaam. En ja, heerlijke geurtjes. Ja, ik heb ook een schoenenmerkje erbij genomen, La Strada. Hele leuke schoenen. Ik ben begonnen even met 5 paardjes. Ook even te kijken hoe het gaat natuurlijk, of mensen het leuk vinden. Maar het zijn echt hele lekkere schoenen, lopen heel erg lekker. Dus ja, gaat ook al wel lekker. Als je meer ruimte hebt, kun je ook van alles aan de klanten laten zien. Ja, daar ben ik wel heel erg van hoor. Ook sieraden en zo, weet je. Is gewoon heel erg leuk. Dat je het hele plaatje kunt verkopen in principe. Ja, eigenlijk alle kleuren mag wel. Paars komt heel veel terug. De bordeauxrood komt heel veel terug. Groen, blauw ook allemaal. En natuurlijk dat iets lichtere. Dat mag ook al. Eigenlijk mag alles. Ook qua broeken, wijde pijpen, smalle pijpen. Maakt ook allemaal niet uit. Dus het is wel heel erg makkelijk. Het is de derde stap voor mij eigenlijk alweer. Ik ben begonnen heel klein aan de Blankenburgstraat. Toen had ik nog geen tapparfum. Daarna ben ik doorgegaan naar de Spoorstraat nummer 3. Daar heb ik ook al wel tapparfum gehad, maar nu kan ik het iets mooier, nu ik uitgebreid ben. Dus ik heb Sportstraat 1 erbij genomen nu. En dan kan ik dat ook iets mooier uitstellen. Als we aan de Spoorstraat staan, dan is het een hele lange rij, hè? Deze winkels. Ja, had ik zelf ook hoor. Toen alles weg was na de verbouwing en ik ging voor het pand staan. Ik denk, joh, dat is echt wel een hele lange lang pand, ja. Ja, en zo dat beheer ik, hè? Ja. Trots ben je, hè? Ja, ik ben al heel erg trots. Ja, absoluut. Ja, het is echt wel een doorloop in principe. Er kunnen natuurlijk nog veel meer mensen in. Hè. Wat ik eerder had in het kleinere pandje, van als er al 6 dames waren die aan het shoppen waren, ja, dan komen er wel binnen, maar die gaan er ook snel weer uit, omdat het dan al vol is natuurlijk. En nu heb je gewoon ruimte om lekker te kunnen neuzen en langs elkaar te lopen. Dus ja. En je had een hele goede timing qua opening, hè? Er was 1 modespectakel in ons dorp. Ja. En gelijk kon je jezelf presenteren. Ja, de fashion. Dus daar hebben we wel naartoe gewerkt in principe. Het fashionfeestje in Haaksbergen, dat wordt altijd heel goed bezocht. Is ook echt heel erg gezellig. Dat we met alle mode, of heel veel modewinkels, zeg maar, modeshow gaan lopen in Haaksbergen. En dat wou ik graag als opening. Want dan heb je natuurlijk de dames die van mode houden al in het dorp. Dus 2 keer zo groot, komen ook 2 keer zoveel klanten binnen. Die zijn ook allemaal wel binnen geweest. Dus het was een heerlijke chaos, een drukke chaos. Dus ja, hele leuke opening gehad. Ik ga je heel veel succes wensen in dit prachtige pand. Dank je wel.